Welkom bij deze aflevering van Bijbelse Overdenkingen. Woorden van Jezus om gekruisigd te worden. De tekstwoorden boven deze overdenking vinden we in Matthäus, het 26e hoofdstuk, de eerste vijf versen. En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat Hij tot zijn discipelen zeide, Gij weet dat na twee dagen het paasga is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden, om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Caiaphas. en zij beraadslagen tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Nog twee dagen en dan zal het Pascha zijn. Zo sprak Jezus tot zijn discipelen. Pascha of Pesach. Het feest waar zij terugkeken op de tijd van slavernij in Egypte en de wonderlijke uitredding door de almachtige hand van God. Pesach, het feest van bevrijding, waar gedacht werd aan de engel die voorbijging aan de huizen waar het bloed van het geslachte lam aan de deurposten was aangebracht. Eindelijk een einde aan de jarenlange onderdrukking van de vijand. Een feest door God zelf ingesteld, opdat Israël niet vergeten zou wat er in die bijzondere nacht gebeurd was. Terwijl het volk in vreugde uittrok, was er groot verdriet in de huizen van de Egyptenaren. De Egyptenaren rouwden om de dood van hun eerstgeborenen, terwijl de Israëlieten vrij uitgingen, omdat zij geschuild hadden achter het bloed van het lam, dat plaatsvervangend voor hen gestorven was. Ruim 1500 jaar later zullen kinderen gevraagd hebben waarom er een lam was afgezonderd en waarom het zo druk werd rondom Jeruzalem. Vaders hebben hun kinderen verteld dat het lam geslacht zou worden en dat het bloed aan de deurposten zou gestreken worden. Kinderen luisterden naar het verhaal van de onderdrukking, maar ook hoe het bloed van het lam verlossing bracht en van de vreugdevolle uittocht uit de slavernij. Terwijl deze verhalen verteld worden, Zien we twee groepen mensen vergaderd? In de zaal van de hogepriester Caiaphas zien we de overpriesters, de schriftgeleerden en de ouderlingen van het volk bij elkaar gekomen. Verderop zien we Jezus, omringd door zijn discipelen. De eerste groep bereidt zich voor op het vangen van Jezus, aan wie zij zo'n hekel hebben. Hun afgunst is gestegen tot een dodelijke haat. Ze hebben maar één verlangen en dat is de dood van deze oproerkraaier. Ze hebben gezien en gehoord hoe Hij wonderen deed. Ze hebben gehoord hoe Hij sprak als machthebbende en pijnlijk ervaren dat Hij ook hen terecht wijs als geveinsde. Ze begrepen dat hoe langer dit zou voortduren, hoe meer volgelingen zij zouden verliezen en hoe meer geprezen deze Jezus zou worden. Deze vergadering onder aanvoering van Satan zelf keerde zich tegen het lam Gods dat gekomen is om de zonde van de wereld weg te nemen. Terwijl alles in gereedheid werd gebracht om de Pesachlammeren te slachten, moest het lam van God gevangen genomen worden, om gekruisigd te worden. Nadat Petrus de beleidenis had uitgesproken dat Jezus, de Christus, de Zoon van de levende God is, bereidde Jezus zijn discipelen voor op zijn lijden en sterven. Tot drie keer toe onderwijst Hij hen met heldere woorden hoe het eraan toe zou gaan. We lezen in Matthäus 16, vers 21, de eerste aankondiging van het lijden. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen en overpriesters. En schriftgeleerden. En gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. In Matthäus 17, vers 22 en 23 lezen we de tweede aankondiging. En als ze in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en ten derde dagen zal Hij opgewekt worden. En zij werden dus zeer bedroefd. En in Matthäus 20, vers 17 tot 19, lezen we de derde aankondiging van het lijden. En Jezus opgaande naar Jeruzalem nam tot zich de twaalf discipelen alleen op de weg. En zeiden tot hen, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de zoon des mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen hem ter dood veroordelen, en zij zullen hem de heidenen overleveren, om hem te bespotten en te geestelen en te kruisigen, en ten derde dagen zal hij weder opstaan. Door deze drie aankondigingen, die als het ware steeds helderder worden, zien we dat Jezus voor zijn discipelen niet verborgen wilde houden wat hem te wachten stond. Hij openbaarde zich als de machthebbende, maar ook als de alwetende, die als een lam ter slachting geleid werd. Hij heeft zich niet verzet, maar het lijden en sterven als het ware recht in de ogen gekeken. Hij had alle macht om de geschiedenis anders te laten verlopen, maar hij had zich gewillig onderworpen aan de wil van zijn vader om zodoende voor schuldige zondaren de weg tot de vader te openen. Hij zag niet op het lijden. Maar op de vreugde die hem voorgesteld was, zo heeft hij het kruis willen dragen en de schande veracht. De vreugde die hij voor ogen had, was de vereniging van God de Vader met hen, die hij tot zijn kinderen zou aannemen, omdat zij geloofden in en door zijn zoon. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor de mensen moeten zalig worden, dan de naam van Jezus. Hij moest lijden en sterven. Hij zou Satans kop vermozzelen, de dood, de hel en het graf overwinnen. Hij zou opvaren naar de hemel om als priester te dienen en te bidden voor de zijnen. Hij moest heen gaan om plaats te bereiden voor alle die door hem tot God zouden gaan. En terwijl de overpriesters, de schriftgeleerden en de ouderlingen hun helse plan uitbroeden, vertelt Jezus zijn discipelen dat Hij, de Zoon des Mensen, over twee dagen met Pesach zal worden overgeleverd om gekruisigd te worden. Het bloed dat vloeide voor de zonden van Adam en Eva, ja voor alle die in het geloof hebben gezien op de offers die gebracht werden voor de zonden, zou hier, nu in Christus, tot haar volle betekenis komen. Christus zou de bloedige offers vervullen en tot een einde brengen. Hij zelf moest sterven, opdat slaven tot vrijheid zouden komen. Zijn bloed moest vloeien, opdat een ieder die achter hem zou schuilen, tot in eeuwigheid niet zou hoeven sterven. In gedachten zagen de overpriesters, de schriftgeleerden en de ouderlingen hun vijand al hangen. Ze zochten nog naar de juiste handelswijze, maar vastbesloten, dat waren ze. Maar, zeiden ze, niet in het feest, opdat er geen oproer wordt worden onder het volk. Hier openbaarden ze hun angst voor de mensen. Ze begrepen dat ze Jezus niet moesten vangen als hij onder de mensen was, want dan zou het volk het voor hem opnemen. Nee, hij moest gevangen zijn voordat het feest begon. Vrienden, wat een situatie. De zoon des mensen, de zoon van God, de langverwachte Messias, de zaligmaker van de wereld, gekomen om de profetieën en de schaduwen van de wet te vervullen. Ja, gekomen om de zonde te verzoenen. Wordt gehaat. Van hen die het volk moesten voorgaan. in het spoor der gerechtigheid. Hier openbaart de godsdienst zich als een vorm. die wel mooi lijkt. wel heilig overkomt. maar niets anders is dan een broeinest van ongerechtigheid. De schriftgeleerden zouden in deze Christus van de Schriften. het Lam van God moeten herkennen. maar helaas, hun schriftkennis. zat wel in het hoofd, maar niet in het hart. Ze hadden wel ogen. Maar zagen niet. Ze hadden oren, maar hoorden niet. Hun hart was nooit gebroken. Nog nooit hadden ze in oprechtheid hun knieën gebogen en tot God geroepen om genadige ontferming. Nog nooit hadden zij ontdekt dat al hun gerechtigheid tekortschoot. Nog nooit hadden ze werkelijk beseft wat het zeggen wil te schuilen achter het bloed. O vrienden, wat een ernstige waarheid. De ouderlingen. De schriftgeleerden en de overpriesters waren blinde leidslieden en door hun handen zou Jezus straks gegrepen worden. Hun woorden zouden hem veroordelen. En hoewel dit alles moest gebeuren, zal deze daad van verwerping hen straks worden aangerekend in het uur van het oordeel. Vrienden, voor ons komt het erop aan dat wij weten aan welke kant wij staan. Behoren wij bij de discipelen van Jezus of behoren wij bij de vijanden van Jezus? Zelfs onder Jezus' discipelen bevond zich er één die uiteindelijk een bedrieger bleek te zijn. Zijn liefde tot het geld was groter dan zijn liefde tot zijn meester. Waar gaat onze liefde naar uit? Al zijn we mensen van aanzien, voorgangers, ouderlingen of onderwijzers, of worden we gerekend tot de volgelingen van Jezus? De grote vraag is of wij hem lief hebben en willen volgen in een kruisdragend leven of dat uiteindelijk zal blijken dat wij hem haten zoals de meeste mensen hem haten. Het spoor dat tot het leven leidt is een smal spoor. Het is een nauwe poort en weinigen zijn er die er doorgaan en hoewel er weinigen zijn die volharden tot het einde zal straks toch een schade ingaan die niemand tellen kan. Zij die straks zullen ingaan, beseffen tot in het diepst van het hart dat Jezus sterven moest om onze zonde te verzoenen. Mijn zonde, mijn vijandschap en mijn liefde tot mijzelf en de wereld bracht Jezus aan het kruis, opdat ook ik zou leren wat het is om een gekruisigd leven te leven. Vrienden! Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Vlucht tot Hem, verheerlijk Hem en maak Zijn naam bekend, opdat velen in Hem het leven vinden, voordat het te laat is. Amen.